Kent u iemand in uw omgeving die een onderscheiding verdient? Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dit onopvallend en op de achtergrond. Maar deze mensen zouden best eens in het zonnetje gezet mogen worden. Vindt u dat ook? Want iedereen kan een lintje aanvragen voor een ander. Het kan een trouwe vrijwilliger zijn die al jaren zorgt dat binnen de vereniging alles goed verloopt. Een mantelzorger. Of een bruggenbouwer die mensen en groepen verbindt. Maar ook iemand die zijn kennis en kunde naast zijn betaalde baan inzet voor bijvoorbeeld schoon drinkwater in derde wereldlanden. We nemen u mee op reis, op weg naar een lintje. En het is een lange reis. Alle voorstellen moeten voor 1 juli ingediend zijn bij de gemeente. Maar het eventuele lintje wordt dan pas het jaar erop uitgereikt in april. Goedemiddag, gemeente Ede. Ja, dat kan. Leuk dat u van plan bent om een lintje aan te vragen. Heb ik een aantal vragen voor u. Woont ze in de gemeente Ede? En zet ze zich al langere tijd in als vrijwilliger? Dan ontvang ik van u graag een overzicht met alle activiteiten die ze gedaan heeft, zodat ik kan beoordelen of de aanvraag kans van slagen heeft. Voordat een voorstel compleet is, moet er aardig wat verzameld worden. Er moeten meerdere ondersteuningsbrieven geschreven worden en die moeten duidelijk maken dat iemand lange tijd en zeer intensief actief is als vrijwilliger. Fijn dat u naar het gemeentehuis bent gekomen. Weet u zeker dat mevrouw het zal waarderen om een lintje te krijgen? Ik denk juist dat ze het geweldig zou vinden als ze het krijgt. Ja, dat wordt zeker gewaardeerd. Ja. Dat is goed om te horen. Zullen we het voorstelformulier samen doornemen om te kijken of het compleet is? De gegevens worden ingevoerd, het dossier wordt bestudeerd en er wordt gecontroleerd of mevrouw van onbesproken gedrag is. De adviseurkabinet bespreekt het voorstel met de burgemeester. Ik heb weer veel voorstellen binnengekregen voor de komende lintjesregen. Mooi. En deze mevrouw heeft heel veel vrijwilligerswerk verricht voor de vereniging. En ik vind dat zij in aanmerking komt voor een onderscheiding. Bent u het daarmee eens? Ja, ik had hem gezien al. Helemaal eens met je voorstel. Lid in de orde van Oranje Nassau. Prima. Oké. Of je hier nog even wilt tekenen? De reis van het lintje wordt voortgezet. Eerst gaat het voorstel naar de commissaris van de Koning. Jaarlijks ontvangt de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland ongeveer 350 voorstellen voor de lintjesregen. Ook de commissaris neemt het voorstel door en kijkt of hij zich kan vinden in het advies van de burgemeester. Vervolgens brengt hij advies uit aan het kapittel voor de civiele orde in Den Haag. Dit kan afwijken van het advies van de burgemeester, bijvoorbeeld over de hoogte van de onderscheiding. De meeste mensen worden benoemd in de orde van Oranje-Nassau. Maar er is wel verschil in de hoogte van de onderscheiding. Zo kun je benoemd worden tot lid. Dit gebeurt in de meeste gevallen. Maar soms wordt iemand ridder of officier. Dit hangt af van de activiteiten en of deze activiteiten lokaal, landelijk of internationaal zijn. Onze aanvraag voor het lintje is inmiddels al een tijdje onderweg. Voorzien van een advies van het kapittel wordt de reis vervolgd richting minister. Deze beslist uiteindelijk of onze aanvraag wordt voorgelegd aan de koning. De minister baseert zijn beslissing op het volledige dossier en het advies van het kapittel voor de civiele orde. Onze aanvraag is nu bijna afgerond. Het enige dat nog ontbreekt is de handtekening van de koning. En zodra hij heeft getekend, is het een koninklijk besluit en kan alles in het werk worden gesteld om het lintje uit te reiken. Het besluit, de onderscheiding en de draaginstructie worden in een mooi koffertje door de kanselarij per aangetekende post verstuurd naar de burgemeester. Ja, helemaal top. Dank u wel. Goedemiddag, gemeente Ede. Ik bel u over de aanvraag die u gedaan heeft voor de koninklijke onderscheiding. En ik heb goed nieuws. De onderscheiding is toegekend. Het is inmiddels maart. We hebben nog 7 weken te gaan tot de lintjesregen. En er is nog zoveel te doen. Voor alle mensen die een lintje krijgen, moet een toespraak geschreven worden. Daarvoor is ook weer informatie nodig, bijvoorbeeld over de smoes waarmee iemand naar de lintjesregen wordt gelokt. Want degene om wie het gaat, weet immers nog steeds niet wat haar te wachten staat. Maar ook een leuke anekdote is altijd welkom. Maar er is nog veel meer werk aan de winkel. De pers wordt op de hoogte gebracht,
Er wordt een fotograaf geregeld en het feestelijke programmaboekje wordt gemaakt en gedrukt. Om de dag van de lintjesregen op rolletjes te laten verlopen, wordt er van tevoren een bezoek gebracht aan de locatie van de uitreiking. Daar wordt alles besproken. Het draaiboek, de catering, het geluid en natuurlijk de rode loper. Ook wordt er alvast een kijkje genomen in de zaal en in de foyer. Goedemiddag dames, fijn dat jullie er weer zijn. We hebben het vanmiddag over de lintjesregen. Niet alleen op de locatie wordt alles in gereedheid gebracht voor de grote dag, maar ook in het gemeentehuis is het een drukte van belang. De gastvrouwen worden geïnstrueerd over hun taak bij de uitreiking. De toespraak wordt doorgenomen met de burgemeester. De ambtsketen wordt gepoetst en het kussentje waar het lintje op komt te liggen wordt uitgeklopt. En eindelijk is het dan zover. De dag van de lintjesregen is aangebroken. Namens de gemeente Ede en het teamkabinet heet ik u van harte welkom op denk ik wel de leukste dag van het jaar. Wij zijn als Ede goed voorzien van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. En uw werk, dames en heren, uw werk levert een fantastische bijdrage aan de eenheid in onze samenleving. Ik ben er dan ook trots op dat 22 inwoners van onze gemeente vandaag gedecoreerd worden. Wilt u naar voren komen? Want u bent hier naartoe gevraagd om kennis te maken met de nieuwe burgemeester. Ja. Niks aan gelogen in dit geval. Op woensdagen bent u te vinden op de kledingafdeling van de Winkel van Sinkel. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Een koninklijke onderscheiding, een lintje, is een prachtige waardering voor iemand die vrijwilligerswerk doet bijvoorbeeld. En in Ede zijn er heel veel mensen die dat werk doen. Kent u iemand uit uw omgeving, uw werk, privé, die volgens u in aanmerking voor een lintje komt? Neem dan contact met ons op, met het kabinet van Ede. En wie weet bent u dan zelf of die ander bij de volgende lintjesregen aanwezig.